zelf, hè? Nee, ik heb het alleen. Ik heb Turks. Ja, van waar hebben we het nou over? Als we het hebben over broedplaatsen, wat zijn dat dan? Ja. Misschien was je daar wel bij 3 jaar geleden. Ja, precies, in de elektriciteitsfabriek. Daar zijn we ook heen gegaan en kwartier hebben we dan een lunch gehad. Ja. En hier hebben wij allebei heel erg geroepen. Ja. Verbouwingen, achterstallig onderhoud van dit soort panden hoeft helemaal niet duur te zijn. Als je het niet op een standaard manier met privébeton, weet ik veel, gaat aanpakken. Maar, het kan ook anders! Zo is dat. Toen zei Fik, laat maar zien. Ja. En toen zeiden we, zullen we dat dan samen laten? Misschien moet je dan daar. Je moet ook op het dak. Je moet het dak op. Je kan het dak op niet. Oh, je kan het dak op. Hartstikke goed. Maar dit is ook allemaal jullie werk. Allemaal nieuw, ja. En we wilden niet heien hier, want dat is duur. Ja. Dus het is allemaal heel lichtgewicht. Het is helemaal een houten constructie. Oh, ja. Het is ook niet een van de eisen geweest dat dit nou zo'n super geluidisolerende dichte doos voor concerten of zo moet zijn. Dus dat past daar wel mee. Dus allemaal hout. Ja. En dit is de gevel is bekleed met afval. Afvalhout. Dat zei jij niet zo. Van kabelhaspels. Het is ook met de gebruikers hebben meegeholpen om ze te demonteren. Ja. Transporteren naar een bedrijf waar het verduurzaamd is. Ja. Dus zonder chemische toevoegingen is het vuurhout tot een hardhoutkwaliteit opgewaardeerd. Ja. En dat allemaal voor dezelfde prijs. Zo, ongelooflijk. Dezelfde prijs als? Als vurenhout met wolmanzout of andere manieren. Wat dan slecht is voor... Wat minder voor... mag niet meer. En, het is dus de, je kent de, of snap je al welk hout het is van de kabelhasp? Ja. Want die wielen die slijten, maar die kernen die blijven Heel natuurlijk. En dat wordt dan verpulverd tot spaanplaat. Ja, maar je kan het ook zo gebruiken. Ja, hartstikke mooi. Is dit de eerste keer dat jullie samenwerken? Ja. En is dat een succes geweest? Of is het ook de laatste keer? Of gaan jullie vaker doen? Wij gaan we nog wel een heleboel dingen doen. Ja, dat is een groot succes eigenlijk. Want je hebt ook iets gedaan in de Wijnbergstraat, hè? Ja, daar heeft Andries zich niet mee bemoeid. Nee. De vriendin staat een beetje op afstand, maar het is wel een beetje heel lastig. Ja. Maar oh ja, we zijn in Den Haag, hè? We zijn aan zee. Precies, en we staan... Je bent mijn schoenen aan het filmen. Mooi. Dat staat nu... dat ziet er ook mooi uit. Is dat mijn eigen ontwerp? Hier staan van boven naar beneden te zien. Nou, het dak is ook bekleed met haspelhout. Maar dat is allemaal haspelhout, ja. En we hebben de constructie hebben we zo gedimensioneerd dat er ook nog een zwaar beeld op kan. Dus je kan... Is er nog een... Echt wat zwaarder uitgevoerd. Ja. Hij is deelnemer of deel van de organisatie. Ja. Wat jullie doen met z'n vier? Ja, we doen vier personen. En dat is Clara Pali uit Spanje. Ja. En Nico Fernaglioli uit Italië. Ik, Johan Gustafsson uit Zweden. Ja. En dan Floris Kuitenberg. Ja, ja. Nou, Floris, die haal je nu even creatief. Je bent gewoon kunst aan het maken nu? Een beetje. Ja. Of aan het klooien. Nou, ik vind het wel mooi. Een beetje oefenen, lijkt het. Maar... Gewoon doen. Ja.
ze is dus in feite is ze eigenlijk al aan het proeflaaien, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, dit is nu voor de opening, hier deze zo. Op een gegeven moment wordt dit verhuurd, gewoon als atelier. Oh, ja. En Sarah die gaat er... Nee, niet Sarah, Clara. Ja, een beetje dat weg. Oh, hier, Clara. Maar, dit is Clara, de atelier. Dag, Clara. Ik ben Niek. En kan je zeggen hoe dat initiatief tot stand is gekomen? Wordt dat erg ingewikkeld? Het wordt wel ingewikkeld, maar ik kan het wel zeggen. Ja. Ik denk iets van 13 jaar geleden stond dit pand leeg. En toen heeft Ramon Otterhof, dat is een organisatie van Lage Rondgang ook. Ja, maar goed, hij heeft toen dus gevraagd aan de eigenaar of het gebruikt kan worden als kunstruimte. Ja. En nou ja, dat kon. Later is het geloof ik eigendom geworden van de gemeente. Dat is het nu nog steeds. En dat is 13 jaar geleden. En al 13 jaar zijn er steeds andere organisatoren. Dus steeds 1 of 2 of 3 jaar wordt er dan is er een generatie kunstenaars geweest. Of academisch studenten die dan hier dingen georganiseerd hebben. Ik heb hier ook heel vaak foto's heb ik al heel vaak aandacht aan besteed. Nee, dus wij zijn hier nu met onze groep, we zijn met vier, we hebben 4 jaar bezig nu. En we hopen nog lang door te kunnen gaan. Ja. En hoe komt die internationale combinatie van Zweden en Spanje, Italië? Hebben jullie daar ook iets? Nee. Wij kennen elkaar van de academie. Johan en Clara en ik waren klasgenoten. We hadden hetzelfde atelier ook op de academie. Ja. Nico kenden we ook van de academie en zo is het eigenlijk. En hoe vaak is het open? Het is van donderdag tot en met zaterdag open van 1 tot 5. Van 1 tot 5, ja. Met uitzondering van weken waarin het wordt opgebouwd. Ja, ja. En er zijn dan, zeg maar, zijn jullie niet alle vier hier aanwezig? Nee. Ik kan me voorstellen dat het geen dagtaak is. Nou, wel bijna, maar... zeker in de toekomst niet. We hebben de afgelopen jaren gewoon veel werk gehad aan deze verbouwing, aan het voorbereiden en zo. Ja. Maar we hebben ons kantoor hier beneden ook zitten. Ja. En zo zal het werken, dat er dan 1 of 2 mensen hier werken. Dat is die ruimte die uitkijkt op de tuin? Nee, dat is de ruimte die uitkijkt op de expositieruimte. Dus daar kunnen we dan gewoon werken. Er moeten toch teksten geschreven worden. Ja. Van alles gebeuren en tegelijkertijd kunnen we dan open zijn. Hoe is het tot stand gekomen dat jullie het bij de gemeente voor elkaar hebben gekregen? Nou ja, het was... Dat is echt moeilijk volgens mij. Nee, dat was het ongeveer 3-4 jaar geleden. Toen werd er door stroom, geloof ik, een soort rondfietstocht. En het was natuurlijk al eigendom van de gemeente. Ja. Dus het is ook voor de gemeente een interessante investering. Omdat daardoor hun pand ook goed opgeknapt is. Ja. Oké, even. Ja. Ik denk dat het gewoon beter dat de mensen meer kijken, zeg maar. Dit is verbeterd. Ja, veel mensen kunnen het niet maken. Heb je gezien wat we een bank hebben gegeven? Nee. Binnen is de buitenbank. Oh, dat is mooi, ja. Dus je kan ze wel binnen, alleen kan je dan niet met elkaar communiceren. Maar je kan wel goed zitten. Communiceren is toch veel meer dan alleen maar horen wat je zegt? Ja, vind ik ook. Het is geweldig. Ja. Het werkt. En het werkt. Dat is inderdaad. Ja, dat weet ik niet. Dat is ook van het ene wat ik zeg en dan gaat het jammer. Als je ooit een plaatje kan, dat is goed.